aan elkaar geketend. In de klas krijgen de kinderen les over het verleden. Maar er wordt ook geknutseld. Ze maken een vrijheidsvogel. Ja, van de meeste wel, alleen die moesten wel bepaalde dingen wel doen. Bijvoorbeeld het oog en de... Ja, en de mond, zeg maar. Die moest je wel gewoon... Die waren zeg maar wel verplicht, alleen de rest mag je zelf bepalen. Hoe je het maakte. Volgens mij was het in 1863 werd het afgeschaft. En in 1873 mochten er officieel geen slaven meer werken. Ik vind dat het een heel belangrijk feest is, omdat we echt wel moeten vieren dat we allemaal vrij zijn. En dat we gewoon in vrijheid leven en dat we niet nu, net zoals die slaven vroeger, gevangen zaten. En dat we heel blij mogen zijn dat we nu gewoon vrij zijn, zeg maar. Nou, ik vind het wel een feest dat wel gevierd moet worden, zeg maar. Een soort van, nou, dat is ook feest en kerstmis. Het moet ook een beetje nationaal worden, want bijna elk land had wel slaven. En nou, Nederland had dat veel langer dan gemiddelde landen. En daar moet je niet zo heel trots op zijn. Nou ja, bij de Vliet hebben we jaarlijks één feest van een bepaald geloof. Dat we eruit halen en dat we centraal stellen. En dit jaar is dat Kitty Kotti geworden. Wat we met elkaar hebben bedacht van, nou weet je, dat is goed dat de kinderen leren waar dat voor staat. Waar dat feest over gaat. En daar gaan we een dag aan besteden. En het is tot dusver heel interessant. We zijn nu in groep 7, maar alle andere groepen hebben ook geknutseld. Op het schoolplein komen ze 's middags samen om de ketting te verbreken. Hebben jullie een leuke dag gehad? Ja! We hebben een bijzondere dag gevuld met beetjes, opdrachten en nu ook een ervaring. Nu sta je hier met je handen aan elkaar gebonden. Vast als een slaaf van vroeger. Maar vandaag vieren we Kitty Kotti. De afschaffing van de slavernij. Dus we gaan ons zo vrijmaken. We tellen af van 10 naar 0. 3, 2, 1, daarna mogen alle groepen een rondje lopen om hun versieringen te laten zien.